Hoi, ik ben Mingfan. Ik ga vandaag een aubergine gerecht maken met spek. Zo, wat je nodig hebt is de aubergine. Oep, dit is een groot. Ik hoop dat het niet te oud is. Dan kun je maar zien, als de pit helemaal zwart is, dan is die oud. Als groente heb ik een beetje arm aan de groentekant deze. Winterpeen, peper. Dat is een beetje pittig gerecht, hè? Peper, bosui en knoflook. En spekkie. Dat was het. Ja, gaat nog wel. Je kan die auberginevelletjes afsnijden. Maar hoeft ook niet per se. Mag wel. Ik doe dit dus niet. Ik wil ze in een sliertjes hebben. Dikker, hè? Niet van die kleine sliertjes. Kijk, en nu door midden. Zo. Zie? Zo moet het zijn. Bijna gelijk. Na deze heb ik gesneden, doe ik een beetje, is bijna op, maar genoeg voor dit gerecht, klein beetje aardappelzetmeel, even mengen en deze even frituren. Moet wel snel doen, want anders verkleurt die. Zo. Dit is de snelste manier om ze zacht te krijgen. Mensen die aubergine graag eten, dan weten het wel. Aubergine is echt heel moeilijk zacht te krijgen. Ik was net even aan het kijken of die grote bruinig is. Alles. Ja, dit is al goed. Die laten we nu even zo rustig lekken. Nou, nu gaan we verder met de rest. Beginnen we met spek te snijden. Als je nou spek gehakt kan vinden, dat is ook het makkelijkste. Spek gelijk in de wok. Laat die maar rustig bakken. En ondertussen ga ik wat anders. Dingen snijden. Knoflook ook een beetje goed hakken. Knoflook erbij. Aan de kant van de boshuitjes en ook nog peper, lekker pittig maken. Weet je wat ik ga doen om te helpen mooie bruin te krijgen? Schepje suiker erbij. Beetje rijstwijn. Of wil jij gaan koken? Mag. Ja? Kom. Kom dan. Ik heb vandaag twee gasten hier. Dat is mijn schoonzus. Hallo. En dat is mijn nichtje. Ella. Oh, ja, naam moet ik ook zeggen. Hey. Ella. Astrid en Ella waarschijnlijk. Even goed kijken hoor. Ja, dat is onze Ella. Hou je van spek? Ja, ik hou wel. Ja?
Nou, we gaan vandaag aubergine met spek eten. Oh, lekker. Yeah. Oh, je houdt wel van spek, hoor. Ja? Oh, nou, dat zit ook in. Dat kan wel. Ziet er lekker uit, hè? Nog wel. Ja. Kijk. Mm. Ik moet niet alleen maar kletten en vergeten smaak in te doen, hè, Dale. Kijk. Zullen we een beetje zout in doen om een beetje... Wil jij het doen? Nee? Oh. Maar jij gaat echt van koken? Ja, dat is gekocht. Toch, je hebt thuis ook een eigen keukentje? Ja. Toch? Ja. Ik weet het, maar niet gaat van koken. Beetje zout. En nog wat extra suiker, want zometeen aan het eind gaat een beetje... azijn in. Azijn... Met azijn moet je wel goed suiker in te doen. Lekker hoor. Dan moet je lekker toesturen. Ja. Soorten op. En nu doe ik een klein beetje. Uitkijken. Een klein beetje water erbij. Maar ja, vuur je zo zachtjes. Ja, gebeurt weinig. Heel klein beetje, echt een klein beetje donkere sojasaus. Dus die is niet zoet? Nee, die is voor de kleur. Mijn nicht is hier, dan vergeet ik helemaal wat ik moet doen. Oh, peper. Peper? Ja. Peper, proeven. Nog een beetje sojasaus. Dat is weer allemaal sojasaus. Ja, dat is Kikkoman. Die je voor de sushi gebruikt. Ja. Die is best wel zout. Dus, en als je denkt, die gerecht een beetje flauw en je wil geen zout meer in doen, dan mag gewoon sojasaus. Oh, dat is handig. Heel veel mensen gebruiken zout niet. In plaats daarvan gebruik je alleen sojasaus. Voor om gerecht zout te maken. Even deze nog snel snijden. Die hebben we ook nodig. Ik heb hier al gefrituurde aubergine. Die doen we erin. Lekker. Ken jij dat niet? Kijk. Ja, die heb jij ook in je keukentje. En welke kleur is aubergine? En wat is dat? Sausie. Van jou toch? Oeh, dat ziet er lekker uit. Eigenlijk zijn wij klaar. Wat? Zo snel. Ja, koken is gewoon snel. Duh. En een beetje rijstwijn nog. Zoals ik het van tevoren verteld, een beetje azijn. En wij zijn klaar. Heerlijk. Dat zie je natuurlijk niet, maar het ruikt heerlijk. Na azijn. Nee. Ja. Wil jij zeggen wat dit is? Nee? Nee, zij wil niet zeggen. Waarschijnlijk is het een beetje te moeilijk. Dan zeg ik maar. Aubergine met spek. Eet smakelijk. Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. En als je mijn recepten wil hebben, naar mijn app. En die staat te downloaden bij www.mingvanwan.nl. Dag, tot de volgende keer. Wil jij proeven? Ik wil best wel proeven. Ja? Ik denk dat het heet is, hè? Ja, ik denk dat het warm is. Ja, ja. Maar ik begin gewoon. Hoop ik niet. Die moet wel lekker zacht zijn. Brand in mijn mond. Lekker hoor. Dank je. Heerlijk. Het is lekker zacht. Ook de spek. Ja. Het is echt lekker. Het is geen grap. Dus ga naar de app en koop het recept. Heerlijk. Dag, tot de volgende keer. Dag. En ik wil de groeten doen aan Herbie.
Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.